You know, but I got money, you know, but it's just that my social worker, she comes tomorrow, and you know. She gives me 40 euros, 40 euros a week, because, you know, I got all this money on the bank. It's like... I got money, you know. It's like 800,000 euros, you know, but I said keep that, you know. Keep that away from me, so. They give me like 40. But then I got this apartment, you know, this small, big apartment. It's like with a garden and stuff, you know, bro. Now, my wife says, you know, my wife and I have been together for like 8, 10 years. Nah, we're not married, you know, but she's trying to get me depressed, you know. But I got some lights and some television, you know. But yesterday the lamp fell, you know. And now it's broken. So maybe you could buy me some light, you know. Some light bulb so I can screw it in. I don't know what the fitting is. It's like more like middle fitting, you know. But I got this television for life. But that's not good, man. My social worker, she comes tomorrow, you know. And she's a real nice lady. I really like that. You know she's on time. You know she's on time. And she works hard, you know. That's what I respect in people, you know. She works, that's a good person, you know. You see that? She doesn't have a lot of money, but she has me. And I have a pretty nose. Now my wife don't like her, but I think she's an... You know this movie. I don't know what the name is again. But I know this movie, you know. It's about a girl and her wife. He shuts her in the face, you know, and she... But she doesn't die, you know. She gets into a coma for four years. Not for 4 years. She gets out of the coma, and then she wakes up, you know, just like that. She wakes up. She wakes up just like that, and then she. And sometimes I feel like that, man. Sometimes I feel like that. And then I just, you know, I wake up. And then I see things, you know. Very clearly. I see things. Very, very, very fucking clearly. Okay, can I come in, please? Because we need to see things again, you know. We lost our moon, you know. People don't listen anymore, you know. Can I come in, please? Because, you know... People don't listen anymore, but I got stories, you know. I got stories nobody knows. You know, they are walking. People are walking in their heads, you know. But we forget, man, we forget that we are animals. And animals have to come together, you know. That's why we need our moon. Now, I'm a creator. I'm a painter. I think it could be a painter, man, because, you know, I can make colors. I see fucking colors, man, everywhere. It's so bright, man. I see things, man, you know, but I don't see my moon, you know. I get on the street, you know. I hear people speak. Sometimes I think I should be a fucking writer, man. I am a writer. I got stories, you know, stories nobody knows. Like this square. You know, you should see it, man. This square, I need lights to show you, man. This is my square. This is my fucking square, man. This is my fucking kingdom, okay? Peter. Ja. Paula hier. Nee. Ik had gebeld, ja. Ja, ik dacht... Sorry. Hoe laat het is? Oh, neem me niet kwalijk. Nee, maar ik dacht, ik bel toch nog even over die nieuwe prognoses. He, want zo langzamerhand zie je de impact van de campagne toch wel. They are here walking in their heads. Oh, en op wijkniveau? Maar die cijfers in de kooi moeten toch gestegen zijn na de werk in de wijk werkbezoeken? Ja, ik heb me de schompers gefietst. Die koffie kwam mijn neus uit. They cannot sleep. That's why they're here. En op hoeveel staan we dan nu? Oeh, ja... Nee, ja, ik weet wat dat betekent, Peter. Ik kan tellen. But actually, they are sleeping and they need to wake up. Nou, ik ben nu op de Lamme Markt. Ja, nee, ik weet dat ook dat niet ons focusgebied is, Peter. Dat weet ik heel goed. Ik weet heel goed waarom potentiële kiezers wonen en werken. Kan al die charts en graphics van je dromen. I need big lights now to wake them up. You know, that's why they're here. They need to wake up, but they don't know it, man. We need big lights now to wake them up. I need to wake them up, you know. Technician guy, do you have big lights now? Wat zeg je? We need to wake them up. Wat zeg je? Ja. Not good. Oké, nee, ik snap het. Het komt goed. Peter, ik pak het op. Het komt goed. Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I told you. I told you. You're gonna see some shit.
Ik ben echt heel slecht met kinderen. Ja, kinderen reageren meestal op alsof ik een kruising ben tussen de tandarts en de clown in de It. Maar ik kon niet slapen. Dus toen ging ik naar buiten, want dat doe ik als ik niet kan slapen. Wassende maan. Ik word altijd ongesteld met volle maan. Of ja, nu wel een tijdje niet meer. Maar ik zag die maan. En ineens had ik een kindje in mijn hoofd. Ja, en ik had natuurlijk wakker moeten blijven totdat dat kindje weer uit mijn hoofd gelopen was. Want ik ben echt heel slecht met kinderen. Maar ik viel in slaap. En dat kindje, dat jongetje, is daar blijven zitten. Die zag zijn kans schoon. Die greep de eerste de beste mogelijkheid aan. Ik, nogal dronken op een poeltafel, om langs mijn hart mijn buik in te glijden en zich daar te gaan nestelen. Ja, moest hij anders? Ik had hem al bedacht. Net met zo'n liedje, dat iemand dat dan zomaar, en dat het dan in je zit en dat je er niet meer vanaf komt. Omdat je het einde niet kent. Dat je het dan helemaal uit moet zingen en dat je het dan kwijt bent. Ja, en ik zat in die kliniek. Ik had 5 dagen nagedacht. Mijn naam werd al geroepen. En ik... Ik kan dit. Ik kan dit. Ik ga dit doen. Hallo. Hallo. Mag ik vragen wat je de bedoeling van is? Ja, maakt mij niet uit hoor, maar... Zo. En normaal gezien kom ik hier nooit, of in ieder geval niet op dit tijdstip. Ja, vroeger hoefde ik maar mijn bed te zien of ik lag al te ronken. Maar de laatste tijd... Kijk! Kijk daar! Dat is de Polster. Die is 430 lichtjaar van ons. Ik heb het wel geprobeerd hoor. Geen koffie meer, weet je wel. Daar kreeg ik sowieso toch al het zuur van. Die staat in een rechte lijn met pannetje. Grote beer. In Syrië, jij kan hem helemaal zien. Ik had ook van die pillen, die Mela... Doet ook geen zoduur. Ja, en die recht boven mij, hè? Dat is zwaan. Dat is mijn lievelings. Met zo op een lijn en vleugels. Orion, boogschutter, Saturnus. Nou, heb mijn fysio gezegd dat ik wel meer moet bewegen. Dus nou ja, ben ik maar gaan doen. Mijn straat uit, Laag Rijndijk. Zeilpoort onderdoor. Even langs het haventje. Blik op de zaak. Langs mijn geboortehuisje. Naar rechts. Samir, ja. Ga maar sterren tellen. Zij zat er tegen mij als ik niet kon slapen. Ja, ik weet, hier zijn schaapjes. En ik kon nooit slapen. Ik tel zo 1, 2, 3, 4, 40, 5 miljoen 88. Polster in Syrië is veel feller. Veel, veel feller dan hier. Alsof hij tegen mij zei, Samir, niet slapen. Ja, en dan... ging ik zo lijntjes maken tussen sterren. Zo tekeningetjes, weet je wel. Monstertjes of draken. Ik zag laatst kinderboek in Nederland. Ze hebben mij niet gehad. Moest ook zo tekeningetjes maken van puntje 1, puntje 2 naar puntje 3. Hè. Komt ook monstertje uit of tulp. Ja. Hier doe ik eigenlijk hetzelfde. Hè. Loop ook zo van 1 naar 2. Naar 3 zo van mijn huis naar hier. Dan naar centrum. En dan naar bioscoop. En dan weer naar huis, naar de keuken. Samir!
zou je wel niet interesseren, maar daar zat vroeger een melkwinkel. Op vrijdag, als het plein hier vol beesten stond, dan kon je daar boterkoeken halen. Kent u dat, mevrouw, boterkoeken? Ja. Jaren later zat er ik ben een beetje kortademig. Een seksshop. Ja. Nou komt er een gebouw voor heel andere prentjes. Ja. Het zou je misschien niet interesseren, maar wij woonden vroeger daar. Naast het café van Siem Kossen. Mevrouw en ik. Ja. Ik weet nog goed dat toen we daar gingen wonen, dat we zo'n gedoe hadden met de keukentafel. Die was zo groot. Die paste niet eens door het keukengat, joh. Ja. Soms gingen we wel eens voor de grap tegenover elkaar zitten. Aan het uiteinde van de tafel. Eet smakelijk, Liesje. Ik heb de keukentafel nog steeds. Soms ga ik op de plek van mijn vrouw zitten om niet naar die leegte te hoeven kijken. Daar komt Dries. Die is natuurlijk 83. Die komt dan altijd tegen onze research store binnen. Ja, research, zo heet tweedehands tegenwoordig bij ons. En dan gaat hij bij het rek met de jurken zitten. Krijgt hij mij een kop soep? Leuk soepjurken, zegt hij dan. Ja, die jurken, die zijn van zijn vrouw. Of waren van zijn vrouw. Het zijn enorme, hoe zeg ik dat netjes? Ze waren ooit 5 euro. Ja, wij mogen zelf de prijs bepalen. Hè? Maar nu zijn ze 2 voor 1 euro. En ze hangen er nog steeds. Maar verleden week kwam hij dus op woensdag binnen. Ik heb er op het plein zien lopen. Ja, dat is natuurlijk ergens van opkijken. Ik dacht, die heeft de afrit Alzheimer genomen. Ik wil dan gaan bellen. Hij stond zich zo op te draaien. Ja, zo'n jong ding liep met een jurk van mijn Beppie aan. Ja, nou, dat is dan wel dat ik denk, dat is mooi. Ja, weet je, zolang God me hier uit hek genoeg te doen. Ja, ik bang voor niks, hè. Geen bank in mijn leven, ja. Nee, sommige dingen niet leuk, maar ja, nu. Sammy, een zak. Capuchon, kapsel. Ja, ik learn van mensen. Het is beter to speak Nederlands. It's tool for connecting. En ik ben zo blij hier. Ik ben zo blij hier. Ik kan voel mijzelf hier. Ik ben vrij. It's the most important thing, being free hier. Ja, en nou, ik doe things. Ja, en ik kijk in mirror. En ja, ik ben mooi. Ik kan zien mijzelf. Ja, dik. Ja, dikke vrouw. Oh, ja. Ja, ja, hij heeft een zicht dikke vrouw. Nee, maar maak niet oud. Samir, maak niet oud. Nee. Is mijn zoon, hè. Is mijn vriend, mijn best vriend. Samir, niet rook. Niet rook binnen. Is verboden in Nederland. Nee. Oh, Samir. Ja, no future in Syrië, hè. Maar hier, een nieuw future. Maar ik ben blij. Nu ik heb rust. Moet je zien. Maatje 50. Er zitten ook een paar maatje 56 in. De labeltjes zitten er gewoon nog allemaal aan. Kreeg die tas net versluit, kreeg die in mijn handen gedrukt. Ja, ze was weg voordat ik er erger had. Oh god, dat is niet goedkoop ook. Ja, ik moet daar nou een prijsje aan gaan hangen. Wij mogen zelf de prijs bepalen. Ja, kan dat toch geen prijskaartje aan hangen, aan dat verdriet? Als je dat dan kwijtraakt. Ja, dat kan God niet zo bedoeld hebben, toch? Hey, had jij het koud, jong? Ja, Syrië, close minds. Close minds, Syrië. Oh, Aleppo is niet meer mijn stad, Aleppo. Oh, Aleppo, my queen, Aleppo. Ja, ik kan niet slapen. Ik, beetje boos. Ik wandel door de stad. Zo'n
mooie oude stad met zo'n mooi steen. Oude steen. Ik kan praten met stad. Ik voel stad, ja. Oh, maar nu, ik hier en ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Nu, een new future with family. Oh, fuck. Oh, lachen, gasten. Snoepert. Hallo ouwe dikkers van me. Hey luister, waar bevind ik mij momenteel? Heeft u daar misschien enig... Ja, was een lekker feestje toch, man? Hey. Ja, man, een beetje traditionerend, toch? Hè? Lekker afpilsen. Hey, maar luister eens van Baarle, wat de fuck heb je gedaan? Je bent geen charge meer, hè? Nou, op een of ander dak. Wat betekent... ja, een of andere schilder of zo. Ik weet... Van Baarle. Hey, het huis is zo mooi. Het huis is zo mooi. Hé, hey Barne, hey, maar kom je me dan even van die unit halen dan ook? Ja? Zo, ach, jongen, neem die gewoon mee, man. Hey. En ook het Vietnamees, want ik heb echt teringhonger. Ja. Ah, okay. Hey, luister eens. Hoe is het eigenlijk met Charlotte? Ja. Heb je dat hertje nou nog steeds niet geregeld? Luister eens, pik. Dat wijf. Vrouw. Dat wijf. Vrouw. Dat wijf dat moet gewoon even flink volgejogerd worden, jongen. Je hebt het over een vrouw, hè? Hé! Hey! Zo, wat vrouw? Heb jij? Vrouw, ja? Hey, ik weet het niet, man. Een of andere pauper die wat eetjes nodig heeft, zeker. Kansloos hier. Hé, hey, Barley. Ja, jij komt met... Hé, hey, topper, man. Jij komt met gewoon even aan. Hey, ja, hoi. Dag, Barley. Doei, doei. Doei, 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 doei. Hey, ik zie je zo. Hoe lang is dit geleden? 9 november 1989. Toen bestond ik nog niet eens. Mijn vader heeft me verteld hoe mooi het was. Hij heeft me verteld hoe belangrijk het was. Hij heeft het me verteld, maar het zegt me niks. Mensen hebben het nog steeds over de val van de Berlijnse muur. En ik weet niet waarom mij dat moet ontroeren. Het zijn verhaaltjes voor het slapen gaan. Hè? Zodat we gaan slapen. Maar we moeten wakker worden. Wij moeten uit onze comfortabele bedjes opstaan en doorgaan tot er iets veranderd is. We mogen niet slapen tot er daadwerkelijk iets veranderd is. Cafeïne, cocaïne, adrenaline en gaan! Ja, we zijn bang. Is het terecht? Het is doodeng. De grote boze wolf is hier. Dit is het bos waar die huishoudt. En wat doen wij? Wij laten ons omlullen om veldboeketjes te plukken. Terwijl we hem eigenlijk meteen bij zijn muil moeten pakken en op hem in moeten rammen tot er niks meer van over is. Hè? Voordat hij de zwakkeren opvreet. Voordat hij onze kinderen verzwelgt en met een muts over zijn grote boze oren in ons bed gaat liggen. Wie geeft hem dat recht? Wie geeft hem dat recht? Wie geeft hem dat recht? Wij. Omdat we hem laten begaan. Tuurlijk wil die wolf het niet zien. Tuurlijk wil die wolf het niet horen. Nou, dan moet hij het maar voelen. Als we één voor één zijn tanden uit zijn kaken slaan en we hem niet meer kunnen verstaan. Als hij gorgelend in zijn eigen bloed ons smeekt om te stoppen. Het is aan ons. Het is aan ons om wakker te blijven. Het is aan ons om door te gaan tot alle muren om zijn. Alle muren tussen elk mens. De mens bestaat niet. Maar mensen, we mogen er zijn. Waarom kan het niet dat we er mogen zijn? Waarom kan het niet dat we er allemaal mogen zijn? Waarom kan dat niet?
flower of the womb? You know, that's what my mother used to say when I couldn't sleep and I cradled my head in her lap. Wolves. Wolves can see better at night. They can see things. That's why they live together. They're a pack, so they can fight. They can fight the demons that come out at night. People have forgotten how to fight. You can see it in their eyes. There's no more wolf there. There's just an eye. And an eye for an eye makes the whole world blind. We need to be more like wolves again. We need to find our wolf again, our pack. Ja, jij weet niet wat ik zeg. Stop!
it! Stop! Stop! You know, my wife is a bitch! No, I mean, time is a bitch. My wife is a bitch too, you know. She is trying to get me depressed, you know, but that she gets into my head, you know, like this clock. Like this clock, you know, it gets into my head, through my ears, into my brain. Like this. And it sits there in a little nice little cozy corner, you know, and the sound, it grows. It grows bigger and bigger and bigger until I cannot think anymore. You know, what time is it? It doesn't matter. What time is it? What time is it? We're on the bus, man. Everybody's on the fucking bus. What time is it now? Now is now. People don't listen anymore. That's why I threw my clock out the window, you know? And now it's broken. My window, you know? That's a joke, I'm cold. You know, here, you know. You know this movie? I don't know what the name is again, but I know this movie, you know? It's about a volcano, and all the animals, they ran away. 1 hour. 1 hour before it went boom. Because they know, you know? They have this sense, you know, but all the animals, they stay together. Because, you know, they know that one day they will return. They will come back inside, you know, and then they will come meneer back. Meneer Burgt. Ik trek hier een streep. Meneer de Burgt. Ja, echt mevrouw, hier trek ik een streep. Waar dan? Zo. Ja, dat is een streep. Meneer de Burgt, ik denk toch dat het niemand beter moet het wagen om ook maar één stap over de streep te zetten. En blijf jij dan aan die kant van de streep? Die streep is er voor iedereen die niet in deze stad hoort. En wie zijn dat dan? Bemoei je met je eigen zaken. Hebben desbetreffende personen om een streep gevraagd? Nee, daar hebben zij niet om gevraagd. Ja. Meneer de Burgt, ze hebben daar niet om gevraagd. Ik heb hier al helemaal niet om gevraagd. Nou, dan halen we de streep weg. Waar heb jij niet om gevraagd? Om deze situatie. De streep is er om de ontstaande situatie onder controle te kunnen houden. Welke ontstaande situatie? Daar ga jou geen sodemieter aan. Wat is er gebeurd? Meneer de Burgt bedoelt gewoon dat er bepaalde groepen mensen... De buitenlanders. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat bedoelen jullie wel. Nou, is dat zo? Is dat wat hij bedoelt? Dat bedoel je toch, buitenlanders, vluchtelingen? Wat ik bedoel is tot hier en niet verder. Mevrouw? Hé. Wat doe jij? Ik wil graag die mevrouw wat vragen. Nee. Niks daarvan. Wat? Niet hier! Jij moet daar blijven! Oké. Okay. Zo, dat is de regel. Maak jij hier een regel? Dat zeg ik niet. Oké, sorry, ik begrijp niet. Mevrouw, mag ik alstublieft wat vragen? Jij gaat over grenzen heen, hè, makker? Wat verwacht je dan van een vluchteling? Niet die grenzen, mijn grenzen. Hey, maak je niet zo druk, ouwe. Nou. Sorry, man. Hoe noem je mij? Ouwe. Heb ik gisteren geleerd. Nederlanders van een jaar of 20, 30 zeggen vaak ouwe, soms in combinatie met een box. Yo, ouwe. Stop toch? Als dat geen integratie is? Nou, zie hier, hè, braafste jongetje van de klas. Meneer de Burgt, ik denk toch dat het... Mevrouw, u bent toch van de politiek? Ik zou heel graag... En nou is de grens bereikt! Maar wat bedoel jij? Wat ik bedoel... Dat is dat jullie alleen maar zorgen voor gedonder. Nou, alles waar wij in dit land voor gevochten hebben, er tegenwoordig helemaal niet meer toe doet. Dat alles verziekt wordt door jochies zoals jij. Ik snap het niet. Nou, ik denk dat jij het heel goed snapt. Wat meneer de Burgt probeert te zeggen is dat wij in basis een christelijk land zijn. Ga jij nu God erbij halen? En dat al onze normen en waarden gebaseerd zijn op dat christelijk geloof. Hoe weet jij dat ik geen christen ben? Nou, ben jij christen? Nee. Zie je? Jij bent de boze burger. Nee, ik ben niet boos. Nou, dat is framing hoor, wat je nu doet. Oh, en Gerard hier, die mag alles zeggen en doen. Nee, maar ik begrijp het hoor, waarom je boos bent. Nee, ik ben niet boos! Hoezo jij begrijpt het? Nou. Ik zou het ook niet leuk vinden als ineens allemaal vreemde mensen naar mijn land zouden komen, oké? Vluchtelingen. Jij kan deze mensen niet begrijpen. Zij zien er anders uit. Ik bedoel, zij hebben andere kleren. Andere taal. Andere gezichten, andere muziek, andere eten. Jij kan niet contact krijgen met deze mensen. Daarom wil ik heel graag... Het punt is dat je hier nu bent.
En hij kan zich niet onzichtbaar maken. Ja, dat vraag ik ook niet. Nee, nee, jij vindt dat hij zich mag laten zien en horen. Ja? Ja, maar dan wel aan die kant van de streep die jij getrokken hebt. Is dat zo erg? Dat is belachelijk, nou, ja. Nou, zullen we heel even uitzoomen, het grotere perspectief? Dankjewel. Nee, 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 we gaan niet uitzoomen. Nee, van de maan afgezien zijn we allemaal even groot. Het gaat om dit hier nu. Jullie wegen die gaan elkaar een keer kruisen. Onherroepelijk. En daarom gaan jullie elkaar nu in de ogen kijken, jullie oogkleppen laten vallen. Jullie? Ja. Ah, nou, en wie zijn dat dan, jou, jullie? Want jij hebt geen oogkleppen, je hebt nergens een blinde vlek. Nee, 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 ik streef het idee naar dat we allemaal hetzelfde... Heel even, wacht. Ik streef het idee naar... Ik wil helemaal gewoon vragen, mevrouw. Ik kom nu voor jouw belangen op. Jij weet niks van mijn belangen. Niet? Nee, sorry, ik denk, jij doet het voor jezelf om me beter te voelen. Ja. Ja, Samir, ik denk dat ik me stukken beter voel als we eindelijk eens stoppen met kosten wat het kost elk conflict te vermijden. We moeten ze aangaan. Alleen dan worden grenzen geslecht. Dus Gerard, haal die streep eens weg. Hey, 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 hey. Break the walls! We doen de tuinhekken eruit! We doen de deur open! Ja hoor! Ja! Ja, 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 zet, ja, 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 zet ja, ja, de deur op een kier, hè? Want dan pakken ze meteen alles. Weet je waar, joh? Ik pleur gewoon mijn hele boel op straat. Nee, 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 ja, nee, dan kunnen ze lekker graaien, want dat is toch wat ze het liefst te doen, hè? Nou, mevrouw de Beer, het is gewoon Gerard, hoor. Ja, 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 maar een beetje tolerantie. Nee, 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 oh, nee, 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 nee. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent, tolerantie? Ik tolereer jou, ik verdraag jou. Waarom zou jij mij moeten verdragen? Dan bedoel je toch alleen maar, je hebt bestaansrecht als ik me maar nooit met je hoef te bemoeien. Waarom zou je dat willen? En bemoei! Vlieg aan die verschillen! Weet je waarin wij hetzelfde zijn? Dat niemand van ons hetzelfde is. En daarom moeten we samenwonen met elkaar, niet naast elkaar. Ja, en waarom eigenlijk? Wat? Ja, waarom wil jij zo graag met elkaar? Wat is er nou mis met naast elkaar? Omdat dit een stad is waar we samen in leven. Er zijn zoveel wegen die kruisen. Er zijn zoveel plaatsen waar we samen zijn. Wat wou je dan? Overal waar je komt een vierkant om jezelf heen gaan trekken. Ja. Waarom heb je er zo'n last van? Waarom mag ik niet gewoon mijn gebied afbakenen? Ik heb daar geen last van. Weet je wat dat is? Dat naast elkaar leven. Dat is de eenzame oplossing. Oh, nou, politiek correct hoor. Goh, had ik niet verwacht van... Van de kraker! Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat bedoelde je wel. Oh. Zeg dat dan. Hij zegt tenminste wat hij denkt. Mens, doe iets. Ja. Doe iets. Ik ben echt geloof ik de enige die me nog een beetje ideaal, hè? Oh. Ik weet niet waarom jij ooit de politiek bent ingegaan, maar met verandering heeft het vrij weinig te maken. Weet je wat jij bent? Nou. Jij bent een zakkenwat en jij bent alleen maar met jezelf bezig! Vieze linksazijnpisser! Noem maar niet links! Nou, azijnpisser dan! Oh, prima! Ik heb er echt helemaal niks te zoeken! Nee, ga lekker weg. Succes allemaal! Ja, doei! Ja. Jongens, doe die deur dicht. Wat een gek, joh. Wat een gek. Ja. Hier. Zo, jongen. Dit. Zo, Dimitro. Kijk nou toch, wat een gek. Draagt toch helemaal niks bij in onze maatschappij. Dit kost de maatschappij dus alleen maar geld. Hier, moet je kijken. Hup, nog één. Ben je lekker bezig? Hé, hey, gek. Linkse gek. Doe even normaal, joh. Ja. Hup, gaat gewoon door. Hé, hey, azijnpisser. Nee, mag ik natuurlijk allemaal niet zeggen. Ik mag het allemaal niet zeggen. Psychopaat! Oeh, nee, mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Zwarte Piet! Nee, mag ik allemaal niet zeggen. Ik mag het allemaal niet. Ga lekker koffie drinken met Volkert van der Gij! Zo. Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Nee, sorry, ja, nou, nee. Nee, nou ga ik echt te ver. Nee, ik heb het gezegd, mevrouw de Beer. Sorry. Dat ging gebeuren. Ja, hier zo. Ja, sorry. Nou, zeg maar Paula, hoor. Paula, mag ik het vragen? Ja? Ik, wanneer mag ik beginnen? Beginnen? Ja, ik wil heel graag een kans om mee te doen, mevrouw. Kans? Volgens mij krijg jij meer kansen, jongen, dan mijn dochter die hier geboren en getogen is. Mevrouw, in Syrië was ik een tandarts. Ja, maar hier moet je je er weer opnieuw voor bewijzen. Maar wat moet ik dan doen, mevrouw? Want ik mag Nederlands leren. Ik mag leren waar de koning woont. Ik mag leren wanneer de tulpen bloeien, wat voor kaas jullie eten. Ik mag leren waar je naakt mag zwemmen. Ik mag leren hoe mooi de heide is. Dat je stil moet zijn bij een toneelstukje. Maar ik wil heel graag door met mijn leven, mevrouw. Ik wil heel graag toekomst. Ja. Oké, mevrouw?
Mag dat? Zo is het nou eenmaal bij wet bepaald. En ja, wij hebben er ook niet voor gekozen dat jullie met zo heel veel gedrag... Ik heb al helemaal niet voor gekozen, ja, mevrouw. Ja, jullie worden hier wel met open armen ontvangen, hè? Sociaal vangnet, woning, ja. Financiële bijstand. Ja, precies, ja, en je hebt er nog helemaal niks voor hoeven doen. En dan kom je hier nu tegen mij zeggen dat... Nee, dit gaat... Hoe kan het dan, mevrouw de Beer? Hoe kan het dan dat meneer hier nog maar een maand is... Ja. En dat mijn dochter al 7 jaar aan het wachten is... op meneer een gewone woning in de Decimastraat. Ja, Burgt, en dat meneer alles in de handen krijgt. Meneer de Burgt, zo is het toch? Meneer de Burgt, sorry. God, ik kreeg gewoon een antwoord. Nee, ik weet het even niet meer. Ik weet het ook... Ja, ik weet het gewoon ook even niet meer wat de oplossing is, meneer de Burgt. Ik heb er zo'n ontzettend genoeg van. Ik heb zo genoeg van al die vragen van jou en van jou. Ik ben er echt helemaal klaar. Ik weet ook niet wat de oplossing is. Zo, ik heb koppijn, ik ga naar bed. Wat doe jij? Samir! Een noordenlicht. Ja, Ik droom van het noordenlicht. Dat ik ergens met mijn voeten in de verse sneeuw sta. Ergens in IJsland. Nee, niet in IJsland. Nee, Noorwegen. Ja, het noorden van Noorwegen. En ik hoor alleen de stilte van de sneeuw. Oh. Nee, hij gaat niet mee. Hij houdt er niet van. Hij gaat er niet zitten met zo'n gelmutsje op. Nee. Ik ben alleen... En ik sluit mijn ogen. En ik voel de sneeuw kraken. Oh, alsof het zich klaarmaakt voor straks. Als het gaat gebeuren. Want het gaat gebeuren, dat is een gevoel zo. Zo. Ik zit in de sneeuw. En alles om me heen is koud. Oh. Mijn adem maakt nieuwe wolken. Oh, ik heb zo'n zin in een biertje en een sigaretje. De nacht is zwart. De lucht is net een plaatje. Meer sterren zullen er niet bestaan. Ze knipogen en fonkelen. Maar vallen, dat doen ze niet. Nee, dan zouden ze ook, daar ben ik te oud voor. Ik weet niet hoe ik hier ben beland. Het is gewoon allemaal uit de hand gelopen. Ik sta in de sneeuw. En ik kijk. En ik wacht. Ik wacht naar het niets, het grote niets. Ik wacht en ik kijk. Thank you.
Ja, ik moet goed zorgen voor jou, hè, baby, no father. Jij all alone, hè? Oh, ik ben zo blij, ik ben zo leuk. Oh, Samir, Samir, kom, kom, kijk. Och, wat een mooie baby. Oh, Samir, jij was altijd zo droek. Oh, zo droek in balk. Droek, droek, droek. En ik loop, ik beweeg, ik zing, ik loop. Ik doe soms een koptelefoon op met muziek. Oh, ja, ze kan een koptelefoon. Kastelsausje. Headphone. Oh, ja, ja. Zo met balk. Ja. Ja, ik kan dit zingen, hè, Samir? Mijn moeder, hele goede zingen. Ja, ja. Ik hou van jou. Oh, je nou, ja. Ja, en Sirius lied in Nederland, ik hou van jou. Ik doe. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder. Ja, kom, Samir. Sam. Waar ik ook ben. Ja. Ik hoor je stem. Ik zal je zomaar niet vergeten. Ja, Jij lacht. Is echt goed. Jij bent blije moeder. If people don't laugh, it's no good. Sophia, ik heb de baby al 2 dagen niet gevoeld. Oh. Moet ik voelen? Oh, je moet zitten, mens. Je moet zitten. Ik ga voelen. Och, ja, jij hebt harde buik. Ja, voorzicht, voorzicht. Jij bent alleen. Hè? Je moet zorgen voor jezelf. En eten goed. Is zo belangrijk. Ik heb za'atar. Hier, deze kruiden zijn zo goed voor baby. Is met kip. Jij moet eten. Is echt goed en is belangrijk. En roestig. Blijf roestig. Is belangrijk. Ik ga die andere kruid. We geven aan oude meneer. Kom. Jij blijft hier. Samir, jij moet even zo voel aan bouw. Nee. Samir, jij blijft hier. Meisje, ik kan niet alleen. Kom naar de oude man. Nee. Samir, op de plein. Meisje kan niet alleen. Samir. Samir! Mama. 1! Nee, mama. 2! 2,5! 3! Oh. Hey, gast, vind je het erg? Wil je ook? Oh, sorry. Gaat het? Meneer Van Oosten, u heeft 8 jaar geleden bij mij die stofzuiger gekocht. Die Miele. Doet hij dat nog? Ja,
Er is geen betere. Ja, sorry, ik ben een beetje kortademig. Ik heb zo'n kastje om mijn nek hangen met zo'n ketting. Ja joh, de gezondheid. Het wordt er ook niet beter op, hè. Och ja. Zo, met dat kastje kunnen die jongens van het ziekenhuis mij nog een beetje in de gaten houden. Er werkt ook zo'n leuk grietje bij de receptie. Oh ja, joh, zo'n noodknop. Vroeger was er nog wel eens zo'n buurvrouw die in de watten legde. En tegenwoordig is er daar knoppen voor nodig. Ach ja, joh. Dit zou je misschien niet interesseren, maar wij woonden vroeger daar. Naast het café van Siem Kossen. Oh ja, joh, dat moest ook zo nodig weg. Tegenwoordig wordt de middenstander gewoon langzaamaan de stad uitgebonjourd. Oh, kan jij een liedje zingen? Liedje? Ja, daar word ik rustig van. Ja, ik ken geen liedje. Moet je niet zitten. Ik zal een taxi voor jou bellen. Nee, het gaat wel, gaat wel. Ja, hallo, Lammermarktplein. Ja, nu. Oké. Duurt een half uurtje. Wat is dit? Dat is een kinderliedje. Een kinderliedje? In de maneschijn, ja. In de maneschijn. Zo. Zo. Helpt dat voor jou? Nee. Ja, taxi komt zo. Bon hier dichtbij? Ja, nee. Jij? Ik wel, ja, daar. Met je moeder? Ja. En je vader? Nee, niet met vader, nee. Die is nog in Syrië. Mijn vader is een hele goede man. Hij heeft mij alles geleerd, hè. Heel streng. Zo, als ik niet luister, slaan, hè, Samir. Maar streng, goed, hè. Hij heeft mij alles geleerd. Manieren. Wat je moet doen, goed, slecht. Maar ook koken en sterren van natuur, alles. Polster, melkweg. Grote beer. Grote beer, ja. Weet, in Syrië, jij kan hem helemaal zien. Bye.
Ach ja, joh, tijden veranderen. Tijden veranderen. Weet je wat het is? Ik open elke dag om 8:30 de zaak. Doe ik al 35 jaar. Elke werkdag 8:30 gaan de rolluiken open. Veeg ik even het stoepje aan. Komt om 10:00 Hans van de fournituur. Zit verderop zo. Ja, het is ook niet makkelijk hoor. Het is ook niet makkelijk. Weet je wat het is? Ja, die jongeren komen binnen en die fotograferen mijn spullen en dan... Ja, joh, bestel ze het later via internet. Zo gaat dat. Pol.com. Zo niet op. Ah, je hebt er een heleboel die komen al helemaal de winkel niet binnen. Die bestellen een hele pleuris uit Verwegistan. Zo, jongen, dat vreet dan toch aan, joh. En dan aan de overkant zit zo'n tokootje. Zo, jongen, dan zie je ze met z'n allen zitten zo met elkaar. Dat vreet dan toch aan, joh. Ah ja, joh, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Zou ik er eentje mogen bietsen? Ja, heeft u dan misschien ook een vuurtje? Nee. Wat vindt u van het plein? Ja, wat zou ik ervan zeggen? Is het de vertaling van een stad die u van een plein als dit, ondanks zijn moderne karakter en dankzij zijn historische functie, mag verwachten? Vindt u het mooi? Nou, in de politiek valt over smaak niet te twisten. Ah, u bent politica. Ja, wij hebben nog geprobeerd om met de partij het nostalgische karakter wat te behouden. Maar u als persoon, herkent u zich in dit plein? Ja, nou ja, het is nog niet af. Het is groot. Maar dat is niet waarom u hier op dit nachtelijk uur rondloopt. Nee, waarom ik hier sowieso ben, dat weet ik sowieso niet. Voor de ander. Huh? Om de ander te zien en zelf gezien te worden, daarom bouwen wij pleinen. Ach, u bouwt pleinen? In de figuurlijke zin dan. Ik ontwerp steden, maak plekken. Voor mij is de stad één groot plein waar ik aan anderen verschijn zoals zij ook aan mij verschijnen. Ach, wat grappig. Ik ging de politiek in om van een stad weer een stad te maken. Want je blijft het zien gebeuren, hè? De kleine ondernemers die worden ingehaald door de grote megaconcerns. Gebouwen worden gerenoveerd door aannemers die de taal niet eens meer spreken. Jan met de pet, die wordt verdreven uit zijn eigen stad. 3 oktober is niet meer 3 oktober. De stad is nooit af. Nee, het houdt nooit op. Nee, is toch mooi. Ik moet er niet aan denken dat mijn werk gedaan is. Mijn naam is Paula. Louise. Ah. En wat doet u hier? Ik was nog wat aan het denken. Dan word ik liever niet gestoord door slaap. Ah. Hey, Van Baarle! Hey, Barley. Hallo! Hey, makker! Hey, lekkere knapperd van mij. Luister eens, lekker prik. Ik zit hier dus nog steeds. Ik dacht dat jullie mij zo zouden... Hey, lievertje. Hey, Pikkie de Wikkie. Knoert de Boert! Hey, ouwe belhamel van me. Luister, jullie gingen mij toch even komen halen, of niet, Van Baarle? Stropertje? Lekkere stro... Hey, Bonkie! Bonkshoven, jongen. Ben jij er ook, Bonkie? Hey! Maar wie, kom zie. Hey, Bonkie Zoven, luister eens, jullie gingen mij toch misschien komen halen, of niet? Hey, walraven? Hey, varken, hey, vuile lul die je bent, zit jij er ook, hey? Dat je lekker met je af te rukken in de hoekje, denk ik, hey, vuile smerel die je bent, hè? Ben een vuile nazi ben je, ben een neger ben je, lekker een negerd van me, hè? Vuile lul, luister eens, walraven, geef Van Baarle even terug, want ik zoek, hè, vuile hond die je bent, hè? Hey.
Sylvia, hey, hallo. Hey. Nee, dat was een grapje. Nee, joh. Maar Walraaf en ik die hebben een soort raar... Geef van Baarle even. Geef van Baarle alsjeblieft eventjes. Ja. Ja, Barley! Hey, lekkere lul van me! Hoe gaat het ermee? Luister eens! Het huis is zo mooi! Het huis! Maar Barley, jullie gingen mij toch komen halen? Barley! Barley! Hey, kom je me nog halen of niet? Barley? Godverdomme, man. Fuck. Jezus, wat kut. Jezus, wat kut. Kut. Kotst. Kattenbak. Kakapsel. Sorry, man. Godverdomme, man. Godverdomme. Jezus, man. Non-shit, man. Zo poep uit je kut. Godverdomme. Tering, man. Jezus, wat kut. Tering. Tapas! Tem! Kut. Ik moet kakken. Jij zou echt heel goed passen in onze denktank. Dus... Oh. Mevrouw de Beer. Meneer de Bergt. Ja, we hebben elkaar wel eens gesproken. Zeker, van de Decima-straat. Van mijn dochter? Ja. Ging het best een tijdje goed, hoor. Och, nou, dat is heel fijn om te horen, ja. Meneer de Bergt. Nou, ging het best een tijdje goed. Maar nu plaatsen die gasten hun scooters dus precies op de plek waar hulle die paaltjes hebben neergezet. Maar meneer de Bergt, dit zijn zaken die u samen met de jongens kunt bespreken, hè? Pak ze lekker aan. Ja, nou, u weet dat ik er altijd ben, hè? Voor de jongens en meiden in de wijk altijd een praatje, een bakkie, een pilsie. Maar die gasten van u, maar dat begrijp ik nou echt niet meer. Maar meneer de Burg, nee, mag ik u verzoeken alles even op de mail te zetten? Ik ben momenteel niet in functie. En morgenochtend bent u dan de eerste van de lijst. Ja, dat zei je de vorige keer ook al. Maar meneer de Burg, u weet dat ik u een warm hart toedraag. Ja, maar u ziet het niet, hè? S'avonds, s'nachts. Ik lig daar wakker van, hè? Dat die rotventjes hier de hele buurt terroriseren. Laatst, hè, kwam er eentje naar me toe. Zei die zomaar tegen mij, ben jij christen? Ja. Nou, ik ben katholiek opgevoed, daar niet van, maar ik geloof niet in God. Maar hij zei, over 10 jaar en jij geen kerk meer. Over 10 jaar ben jij islam. Moslim. Ja, nou, wat doe je dan? Wat gaat er dan in je eigenste om? Ja, maar... Nou, dan ga je echt andere dingen denken. Want tegen mij is het dus al 2 keer gezegd, maar dan kook ik van binnen. En dan wordt het alsmaar erger en dan komen er alsmaar meer bij. Ja. Ja, joh. En dan gaat de gemeente ook nog een beetje van die containerwoningen plaatsen voor de... Ja. Zo, jongen. Opvang voor de statushouders, ja, van de vluchtelingen, ja. Statushouders. Hoeveel zijn het er al niet? Ja, dat weet ik niet precies. 550. Veel te veel. Meneer de Burgt, u weet toch ook dat wij er niet bepaald op zitten te wachten. En dat wij vanuit onze flank er van alles aan proberen om de boel een beetje tegen te houden. Ja, joh, maar staat volgens mij maar zo'n glimlach in het Leids Dagblad. Ja, maar zo werkt het in deze stad, ja, dat is dan in ieder geval niet meer mijn stad. Maar het zijn toch niet allemaal van die etterbakjes. Praat nou eens met die vaders en die moeders. Ja. Ze spreken geen eens Nederlands. Oh, nou onzin. Ja, en wat moet ik dan zeggen? Nou, ja, zoiets wat je ook bijvoorbeeld tegen een buurman of een buurvrouw zou zeggen. Beetje kanker over het weer. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zo is echt mooi hier, hè? Oh, zo mooi. Wat doe jij nou? Ja, ik ga je toch geen toneelstukje lopen spelen? Ja, probeer het nou gewoon even. Nou, is echt mooi hier, hè. Oh, ik ben zo blij. Is zo mooi. Wat, die flat? Dat ze het al mooi vindt? Ja, my house is most beautiful place. Ja, home sweet home. Jij moet komen. Mijn zoon voetbalt. Hoe weet jij nou dat die van voetbal houdt? Ja, nee, dat weet ik ook niet precies. Ja. Maar jij kan komen eten. Jij lekker eet? Ja, ik hou wel van. Ja, maar ik weet niet of mijn vrouw daarheen. Nee, och, jouw vrouw probleem met eten. Nee, zeg gewoon wat moeite met hem. Ik maak andere dingen, geen probleem. Jij kan komen met vrouw. Nee. En ik mag lekkere dingen met zaterkrauden. Nee. En met kip, jij kan komen. Nee, het is geen probleem. Ik kan ook. Hier krijg ik er spanning van dit soort dingen hier zo. Dat ze het dan weer meteen zo helemaal inpakken zo. Godvergal pakken zo, maar daar is het. Zo gaat het met die gast, hè? Nou, ja, dan een beetje grapjes maken en dan een beetje en dan inpakken, jongen. Zo gaat het met die gast, hè? En dan voor je het weet zitten ze op je en dan heb jij het gedaan. Meneer de Burg, zo'n vaart gaat het toch echt niet lopen? Zo'n vaart zal niet lopen. Nee, probeer nou gewoon eens te praten met die Syrische vrouw die hier in de rondte loopt. Mevrouw de Beer, het zal wel aan mij liggen, hè? Maar ik kan meer verwachten van u. Tegenwoordig is de politiek er ook niet meer voor de gewone man. Jullie bekijken hem maar met je praatjes. Maar als er iets gebeurt, hè,
En let op mijn woorden, daar gaat iets gebeuren, want Nederland kan niet gespaard blijven. Dan moet je niet bij mij zijn. Heb je dat goed begrepen? Je hele rotstad. Kijk. Kijk, kijk. Dit is mijn zus. Verjaardag. Deze. Oh. Ja. Ik ben een ezel. Zie je het? Ja. Zo wilde zij altijd dat ik zo ging lopen, ging zij bij mij op de rug. Hè. Altijd. Maar ze is veel te groot. Hier, dit is ons huis. Zie je? Een sneeuw. Ja, sneeuw, ja. Ja, man. Syrië ook sneeuw, man. Syrië is koud, man. In winter, hè. Wij skiën. Ik skileraar. Ja. Jawel. Yeah. Jawel. Yeah. Met vrienden, met Ahmed. Wij gingen... Ik niet skileraar, oké? Maar wel, ik wil wel goed skiën. Mijn vriend Ahmed, hij is professioneel. Hier. Dit. Is die ook hier? Ahmed? Ja? Nee, niet. Nee. Nee, dit is voor de oorlog. Oh. Hier, groot feest. Bij ons in de straat. Het was een neef van mij. Hij ging trouwen met een meisje. Zij was zo lelijk, man. Echt waar. Ja, ja. Nee, maar wel lief, hè. Wel lief. Wel lief. Hier, en dit is, dit is zijn vader. Hij ging een speech maken. En hier, dit... dit is... taxi nog niet? Nee. Biertje? Ja, ik mag eigenlijk niet, maar... Ja, ik ook niet, maar... Vooruit leven... één slokje dan. Oh, ja, want als leven geen feestjes, moet je er zelf een maken, toch? Ja. Ja. Zo. Met 3 oktober is die ook altijd feest. Ja, zo staat de lammenmarkt helemaal vol. Ja. Vind ik zo machtig mooi met die lampjes en, ja. En een poffertjeskraam. Zo, zo flop gaan ze met z'n allen. En er staat ook, nou, misschien de laatste tijd niet meer, maar de paardjesmolen. Oh, ja. Ja, ging ja. Vroeger wel eens op met Lies. Ja. En tegenwoordig staat er zo de kamelenrace. Oh. Dat vind ik zo mooi om te zien. Ja, die jongeren, ja. De ballen vast. Ja. De ballen vast. Nee. Ja, joh. Maar dan drink ik er wel eentje, hoor. Dus, hè? Ja, ik weet nog goed dat ze dan met z'n allen... Ja, we woonden daar vroeger. Dan kwamen ze met z'n allen 40, 45, 50... 40 man. Zo. Dan kookte mevrouw Hutspot voor iedereen. Zat ze achter de keukentafel en dan schepte ze op. Dan kwamen ze met een bord voorbij. Ja, zo ging dat, ja. Soms denk ik wel eens bij mezelf eens, waarom komen ze niet meer? Ik vind het niet goed. Sorry. Wat? Nee, laat maar. Ik begrijp niet waarom die jongen weggaat bij jou. Nee, is niet goed, toch? Ja. Nee, ik snap niet waarom hij dat doet. Waarom gaat hij weg? Het is belangrijk, oké? Okay? Belangrijk voor jou, voor kindje. Ja. Voor hem ook. Ja. Voor de wereld. Je begrijpt niet. Nee, kindje verdient vader, oké? Okay? Verdient opvoeding, is belangrijk. Ik begrijp niet, dat wil jij toch ook? Dat hoeft toch helemaal niet? Jij hoeft het niet te begrijpen als ik het maar begrijp. Wat doe jij hier? Kleine meisje. Op de plein, in midden in de nacht. Niet goed. Oké? Okay? Oh. Begrijp dat niet? Oh, want ik heb een man nodig om mij te beschermen. Nee, luister, jij begrijpt niet, oké? Okay? Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg voor jou. Hé, hey, ik kan dit, gast. Ik kan dit. Dit ja, gaat helemaal goed. Sorry. Wie wil de clown? Hé. Ha ha ha!
heet je ook alweer? Annabel. Ik ben Samir. Zou je wel niet interesseren, maar mevrouw betekende alles voor mij. Ja, we hoefden eigenlijk niet veel tegen elkaar te zeggen. Als ze mijn gezicht zag, dan wist ze het al. Het is toch een speciaal gevoel van communiceren, hoor. Ja, je moet wel eens wat zeggen, natuurlijk. Ik mis dat wel, hoor, soms. Ja, gooi het er maar uit. Denk je waarom en waartoe? Maar ja, het is al gebeurd, hè? Je kan er niet meer terugdraaien. En voor mij is ook 18 jaar dood. Ja, en ik rij ook altijd om, hoor. Maar van de week had ik er gewoon helemaal niet over nagedacht. En ja, het overviel me toch, hè. Ik schoot helemaal vol, moest mijn brommer zo aan de kant zitten. Dat mortuarium, oh joh, ik weet nog precies hoe het rook. En hoe die daar lag onder dat witte laken. Dichtgeregen als een kippertje. Twee kogels door zijn kop zag meteen, hè, want zijn oog was weggeslagen. Oh, en dat aankleden, nou, dat was echt niet makkelijk, hoor. Ja, ik wilde per se dat hij zijn laarzen aankreeg, maar dat was me toch een gehannes. Dus uiteindelijk heb ik die achterkanten gewoon uitgesneden, ja. Ja, dat lichaam zo koud en stijf. Ja, goed, het is toch fijn dat je het kan doen, hè, dat aankleden. En nou mijn hond. Ja, sinds dat die dood is, hou ik ook veel meer. Beestje was toch ook alweer, ja... 4 jaar bij me. Ja, en ze kan wel niet voor je zorgen, maar ze helpt toch dat je eruit gaat, hè? Dat je je ommetje hebt en geef je een likkie als je een beetje verdrietig bent. Ja, maar dat is allemaal voorbij, hoor, als er een beestje wordt aangereden. Een meisje kon er ook niks aan doen, hoor, want die had pas net haar rijbewijs. Ze zag helemaal lijkbleek. Ik hoorde patsboom, ik keek om en dan lag Fluffy dood, helemaal plat. Ja. Ja, en dan vraag je je toch af waarom, hè? Waartoe en waarom ik? Ja. Ja, maar dat heeft allemaal geen zin meer, joh, want dan is het al gebeurd. Ik kan het allemaal niet meer terugdraaien. Maar kon het maar. En nog één keertje, zo gezellig. Nog een kletsie of een ommetje. Ja. Maar ja, dat ken allemaal niet meer, hè? We moeten door. Sterkte. Nu. Hier. Oh.
lekker bangen. Voor de onzichtbare. Voor de kansloze. Voor de eenzame. Voor de slapers. Voor de vluchters. Voor het te laat is. Voor de ander. De beuk erin. Voor de liefde. Voor de liefde. Voor de liefde! Voor de liefde! Nee. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Het zou je wel niet interesseren, maar ik heb vroeger altijd aan onderwatersport gedaan. Duiken, ja. Ik heb de hele bodem van de Oosterschelde gezien. De tweede pijler van de Zeelandbrug. Drijfschoor bij het gemaal. Plompentoren. Je moet altijd met doodtijd duiken. Anders lig je, voor je het weet, in de Noordzee. Die onderwaterwereld is zo mooi. Ja, maar als je gaat duiken, dan onder de 10 meter, daar dringt het zonlicht niet meer door. Maar als je er dan een lamp op zet, dan zie je de meest fantastische kleuren. En schelpjes en zeeanemoontjes, fauna, flora. God, ik weet nog goed. De eerste keer dat ik die onderwaterwereld zag, dat ik dacht, goh, het is net de Keukenhof. Maar dan anders. Annabel! Annabel! Ik heb het niet gedaan! Ik heb het niet gedaan, Annabel. Voor jou. Ik dacht aan jou, aan mij, aan een kleine kindje. Aan de toekomst, Annabel. Ik heb het niet gedaan. Kom, we gaan naar jouw huis. Ik heb geen huis. Je hebt geen huis? Dat is niet goed, Annabel. Kom je mee naar mijn huis? Nee, maar gast, ik kan elk moment bevallen. Ja, precies. Jij slaapt bij mij in bed, ik op de bank voor kleine Samir. Kleine Samir. Ja, mijn vader heet ook Samir. Mooi naam, Annabelle. Mooi leven. Nee. Nee. Annabelle? Nee. Annabelle? Nee, echt niet. Nee. Annabelle, ik hou van jou. Je bent me morgen alweer vergeten. Wat? Ja. Ja, je weet niet wat je zegt. Nee, je hebt echt geen idee. Nee, Annabelle, nee. Dief op! Nee. Wil je niet? Nee. Oké. Waarom niet? Je bent gek. Dit is niet wat jij wil. Kijk naar jou, kijk naar mij. Annabel, doe niet zo dramatisch, jij! Ik weet niet wat jij wil. Ik bepaal zelf wat ik wil, oké? Niemand weet wat ik denk, oké, Annabel? Jij kan mij er nu helemaal niet bij hebben. Annabel, dit is Nederland, oké? Hier kan alles. Jij gaat het zien, Annabel. Annabel, jij gaat het zien. Ik ga jou bewijzen, Annabel. Ik ga jou bewijzen. Jij gaat het zien, Annabel. Jij gaat het zien, oké? Hey daar! Hey, manspersoon. Ja, hier, hallo. Het zou mij dus even zeer behagen,
Mocht u een zogenoemde reddingsactie op touw weten te zetten, dient de gevolge persoon moi van deze hoogte af te verplaatsen. Ja, joh, bekijk het maar. Zou u alsjeblieft een arme, in nood verkerende student een zogenaamd handje helpen? Ik dacht zelf gewoon aan... Heb je te veel gedronken? Nou, ja, ik kan niet ontkennen dat ik het een en ander gedronken heb deze avond. Maar momenteel ben ik wel nuchter en dat bevalt me helemaal niks. Zoek er lekker zelf uit, makker. Nee, wacht! Luister, ik zit hier al 4 uur. Mijn maat hebben mij genaaid. Ik heb het fucking koud, man. En ja, ik moet ook fucking nodig kakken. Ja. Een goede naaistreek, joh. Ja, een goede naaistreek. Ja. Hé, maar wat doe jij dan hier zo midden in de nacht? Hè? Ja, maar ik kan de laatste Luister, als je nou gewoon even dat bankje gewoon pakt en dan zet je dat gewoon hier neer. En dan nee, weet ik veel. Dat gaat niet werken, joh. Jawel, pak dat bankje. Man, wat is het probleem nou? Daar ligt toch helemaal niks, man? Wat doe jij nou? Nou, ligt dat daar? Ongelooflijk! Ja. Deus ex machina! Ja. Lekker pik! Held! Held, hoe heet jij? Gerard! Gerard! Koning Gerard! Koning Gerard! Koning Gerard! Ja. Lekker pik! Ja, hey, maar test wel even, want ik wil niet dat ik zeg maar dan mijn nek breek. Is dat wel stevig of zo? Ik bedoel, dat ligt daar gewoon. Dan wil ik wel even gewoon weten dat je het gewoon even... Ja, koning Gerard komt helemaal naar boven gestegen. Pas op je pet, man, hé. Ja, oh, oké, die moeten we even pakken. Luister, pik, kom even gewoon gezellig hierbij zitten. Ik heb ook nog geen zin om naar huis te gaan, dus... Hé, maar luister, jij komt... Zeg, jij lijkt een beetje op Jochem Meijer, weet je dat? Maar dan wel een oude, verlepte versie. Ja, het is goed een beetje. Maar jij kon zeg maar de slaap niet vatten, nee. Hè? Hey, pas wel op, hè? Je bent niet de jongste. Ja. Luister, weet je, ik las dus laatst op een theezakje. Ja. Welke leeftijd zou jij nou voor altijd willen hebben? 22. Dat dacht ik toen. 22. Wat ik nu ben, hè? Ik weet niet, man. Dit is het gewoon. Dit zijn mijn jaren, weet je. Ik ben jong. Ik heb energie, weet je. De wereld ligt aan mijn fucking voeten, man. Zo voelt dat gewoon. Dit zijn mijn fucking jaren, man. Ja, een beter geniet je van. Voor je het weet, ben je zo'n terug naar toen lul. Dat heb je niet in de hand, hè? Iedereen zit gewoon in zijn eigen koker. En voor je het weet, ben je zo'n bekrompen, bange, boze, viespeuk. Dat heb je niet in de hand. Heb je gewoon maar mee te leven. En zo gaat dat. Nee, pik, dit zijn mijn jaren. Hey, weet je wat het is? Dan ben je heel je leven gewerkt, dan sta je in zo'n lange rij, weet je wel. Een rij? Ja, bij wijze van, ja, kan moeilijk zeggen, maar je staat in de rij en dan elk jaar, en elke maand, elke week, elke dag, en je het gevoel dat je zo'n stapje dichterbij komt. Maar de laatste tijd, jongen, ja, ik lig er wakker van. En, wat dan? Ja, omdat je het gevoel hebt dat ze je voorbij steken. Oh, ja, ja. Ja, maar niet één, hè, maar verschillende. Zeg. En dan de laatste tijd, jongen, dan komen ze met bussen. Oh, met bussen? Ja, hele tsunamis van. Steek je ze gewoon voor. Je steekt er gewoon voor waar je bij staat. Oh, ja, dan krijg je ook al die voordelen. Gewoon, ja, dat vreet gewoon. Maar ik kan, oh, ja. Ja, ik kan het moeilijk hebben, joh. Wat voel je dan? Ja, dat gewoon, ja, krijg dat zuur van en dan daar kook ik gewoon van gooi binnen. Gooi het er maar gewoon even uit. Ja, nou, dat is gewoon, ja, dat gewoon, ja. Ik kan, ja, nee, joh, dat is gewoon... Wat ben je aan het doen, Makker? Ik film het gewoon even. Nee, maar dat niet gevraagd. Nee, maar dat gaat helemaal niet om. Nee, dat wil ik niet. Ik mag het gewoon filmen, hoor. Ik mag het gewoon filmen. Nee, want dat soort steken, dat moet ik niet hebben. Volgens mij was jij heel lekker bezig. Nee, ik ga door. Nee, doe dat ding weg. Nee, dat denk ik even niet. Studentje. Gooi het er maar eens even uit. Nee, want dat wil ik niet. Volgens mij ben jij gewoon een vuile racist. Nee, dat moet je tegen mij niet zeggen, Makker. Want dat ben ik niet, hoor. Nee, want dat soort dingen, dat durf ik nog een keer te zeggen, hoor. Oh, je bent gewoon een vuile racist. Ja, zie je wel, godverdomme, dat ben ik niet. Zet die ladder terug, zeg. Zet die ladder terug. Godverdomme, studentje. Ja. Lekker bezig. Zeker je vader en zeker je studie betaald, hè. Want dat zo gaat dat met jullie, gasten. Dan komt die maar in Leiden met je... Beetje de boel hier en zo, en een klote zooi van maken. En maar drinken, hè. En dan vervolgens vanuit Den Haag zeggen wat wij hier moeten doen. Weet je wat ze moeten doen? Zou je maar 3 oktober al in de gracht moeten pleuren? Hé, ik wens jou ook een hele prettige nacht. Ja, hoeveel ons wel maken. #boterburger. Op zich. Boy! Zet terug. Nee, mevrouw, dat is gewoon een vuile racist. Dan moet helemaal niks. Moet zeker. Zet terug! Nee, denk ik niet, mevrouw. Zet terug en! Wat is dit nou?
Twee. Ja, sorry hoor, ik ga hier niet twee zo... half. Drie. Nou, slaap lekker. We walk circles in our heads, round and round we turn. Everywhere we go, we meet ourselves. We think that the answers are in our heads. They might help us to get some rest, but we'll turn cynical for best. As we drive through the night, we count down for the sun to come back, holding on to what we know. In the midst of our fall, we've forgotten who we are. Without our moon, we've locked our eyes inside. Suppose that we'd look up at the sky and remember that there ain't no comfort in crying alone. Before we moved around as one, if only we could do that. Wouldn't have to fight alone. At night you would hear us howl, howl. She asked me, you know, the moon. She asked me. I don't know what the answer is, but she asked me, how do you know the night passes into the day? and I said, well, when the sun rises. Mevrouw de Beer. Mevrouw de Beer. Ik ga me eens op huis halen. De nacht en mijn genoegen. Ja, ik... meneer. De Burgt, Gerard. Oh ja, ja, van de Decimastraat, van uw dochter. Goedenacht. Was u al? Ik ben hier al te lang, ja. And she said, you know, the moon said, it ain't time, son. You know, the sun is nothing but a big clock. Tick, tick, tick. You know, you don't need the sun to see. Ja, er zit nu 5 minuten tussen. Ik weet het niet. Het gaat me goed. Nee, ik ben nog buiten op een... begrijp het. Ik vraag wel even iemand om... Maar ik kan nu dus gewoon komen. Oké, goed. Ja, tot straks. Samir? Wil jij een taxi bellen? Is it the animals? Is it when the wolves stop crying? Is it when the birds start to sing? Heeft u zich goed vast? Wat zegt u? Heeft u zich goed vast?
Sorry, nee, niet interesseer, maar ik had vroeger ook een brommer. And she laughed, you know, the moon. She laughed. I said I need to know, I need an answer. And she said, you know. I said I don't. Stop trying to get me depressed. Oh nee, wat ga je kijk maar klootzak, vind ik die teringlijst. Boy. Boy, jij goed eten, hè? Ja, wat? Jij goed eten, dan voel je beter. Eten? Ja, jij goed eten, voel je beter. Hier. Nou, hartstikke bedankt, zeg maar. Maar zitten er pinda's in, want dat trekt... Ah! I need a light! I need my moon! En dan gaat het koud. Nee. Nee. Ik moet... Ik kan nu niet... Ik heb het heel koud. Peter? Ja, Paula hier. Zo vroeg? Oh, hoe laat is het dan? Oh, sorry. Maar Peter, moet je horen. Ik denk erover om... Ik stop. Of nou ja, ik stop. Ik stop er even mee. Ik ga op vakantie, denk ik. And she said no. The moon said no. The only way you know the night passes into day is when you look a stranger in the eye and see yourself.